Yo gasten, Steez hier met vandaag weer een nieuwe commentary op het kanaal van Fish. En ik wil ten eerste nog een keer Fish bedanken, wat ik de vorige keer ook in mijn gastrollen heb gedaan. Of ja, in mijn commentaries op zijn kanaal. Ik wil hem natuurlijk bedanken dat hij dit wil uploaden. En ik wil eerst even iets zeggen, want iedereen heeft de video van Fish van gisteren wel gezien. En ik wil even dat jullie allemaal gewoon in elke commentary die hij doet, gewoon even een commentary achterlaten met sterkte Fish of wat dan ook. Gewoon ook in deze, laat even achter dat je Fish gewoon sterkte toewenst. Dat je gewoon wil dat Fish, ja daarboven opkomt, dat hij gewoon steun krijgt. Jullie zijn gewoon geweldige subscribers van hem. Jullie bekijken zelfs als ik een video upload, bekijken jullie hem allemaal en liken jullie hem. Dus laat gewoon dat even voor Fish achter. Laat zien dat jullie hem supporten en laat zien dat hij gewoon heel veel mensen heeft die aan hem denken of die met hem meeleven. Doe dat niet alleen. Als je gewoon een leuke commentaar hebt, plaats die nog steeds. Maar zet er gewoon even in bij dat je Fish steunt. Het is natuurlijk geweldig voor hem om te zien. Dan ga ik even in de commentaar komen. Vorige keer heb ik natuurlijk een hardpoint. Tactiek video eigenlijk gedaan. En nu ga ik een Capture the Flag. Ja, tactiek video. Hoe je Capture the Flag eigenlijk moet spelen en hoe je het makkelijker kan winnen. En Capture the Flag is een moeilijkere game mode dan Hardpoint. Want bij Hardpoint gaat het eigenlijk meer om een... om een anker, dat je eigenlijk gewoon de spans houdt. Bij Capture the Flag gaat het ook heel erg om de spans, maar het gaat er niet om dat jij de spans van je eigen team houdt, maar het gaat erom dat jij de spans van de enemies beheerst. Capture the Flag gaat erom, zoals jullie zien, nu poelt de enemy de vlag, en zij gaan over de poolside, de rings, hoe je het ook wil noemen, river, over de rechterkant van de map poelen zij de vlag. Dat betekent dat wij links of in onze basis willen gaan spannen. Dus het is voor ons heel moeilijk om die vlag terug te gaan krijgen. En ik begin heel slecht in de potjes, als jullie zien. We staan één vlag achter en hier linksonder zie je nu ons teammaatje lief. Dus het is 3-4 in een Capture the Flag game mode. En dan is het eigenlijk bijna onmogelijk om te winnen normaal gesproken. Deze gameplay is van, eergisteren ongeveer 2:30 s'nachts of zo deden we nog één potje. We konden allemaal bijna niet meer praten omdat we hartstikke stil moesten zijn. En toen kwam deze gameplay eruit en ik vond hem zelf echt leuk. Daarom heb ik hem ook uitgekozen. Ik vond het zelf echt een van de leukste gameplays die ik in tijden heb gehaald. Werd ook helemaal gek. Aan het einde van dit potje zullen jullie allemaal nog zien. Maar hoe je Capture the Flag al spelen. Wij zijn nu in de keuken en ik zat hier. Dus wij weten dat de enemies helemaal aan de andere kant van de map bij Laundry zullen spawnen. Dat is dat gebouwtje. Hier zie ik dat er een Hellstorm naar binnen komt, dus ik ga even hier zitten. Maar wij weten dus waar de enemies nu zitten en waar ze spawnen. Ik zag dat hij een teammaatje van me killed, dus ik wist ook dat hij daar zou komen. En nu is het moeilijk, want de enemies zijn al helemaal naar onze basis gelopen. En ze weten waar ik zit, en er zit iemand achter me en er zit iemand voor me. Dus ik zit eigenlijk helemaal vast met de vlag. Dus ik kan vrij weinig doen op dit moment. Ik moet eigenlijk gewoon mijn rug blijven checken. Teammaatje pakt hier die vlag terug. En dan is het moeilijk, want ik zeg, kijk hier mijn rug. En toen werden we allebei gekillt, want hij draaide net om, omdat hij dacht dat ik nog de andere kant op zat te kijken. Maar er is een 5 seconden delay in Capture the Flag, voor de mensen die het niet weten. Dus als ik iemand kill of als iemand mij kill, moet een van de twee 5 seconden wachten totdat ze weer terug zullen spannen. En dat is een heel groot deel van Capture the Flag. Want als jij daarop moet wachten, dan betekent het dat als jij je killt 3 mensen, dan zijn er 3 mensen niet in de map. Kan jij de vlag bijvoorbeeld pakken en dan ren je weg. Heb je een 5 seconden voorsprong gewoon op die 3 mensen. Dus zij moeten dan die voorsprong proberen in te halen en jij weet waar ze spannen. Dus Capture Flag draait gewoon echt omdat jij weet waar de enemies spannen. En hier zijn een paar voorbeelden. Je wil op deze map eigenlijk altijd via de rechterkant of via de linkerkant, ligt eraan waar je spant, via de, niet de ringkant, via de poolside, hoe je het ook wil noemen, via de kant waar die enemy net naartoe liep. Daar via wil je altijd de vlag eigenlijk pakken, want daar heb je veel meer cover, kan je hem heel makkelijk weglopen en het is heel makkelijk om te zorgen dat de enemies dan niet jou kunnen killen. En we staan nog steeds 1-0 achter en het is nog maar een minuut en... een minuut en 10 seconden in deze ronde. En dan je weet dat het moeilig gaat worden. Dus iedereen van de enemies hebben streaks. Wij hebben geen streaks. We gaan allemaal best slecht. En dan komt er dadelijk één gave play, vind ik. Ik span. We hebben nog 1 minuut. Ik was hier even iets aan het kijken op mijn laptop. Dus ik stond even stil. En nu... je hebt zo'n 20 seconden nodig om een vlag te poelen. Echt op zijn allersnelst. Als je bijvoorbeeld helemaal door het midden van de map loopt, kan je denk ik net 18 halen. Ik weet niet precies. Het is per map verschillend. Volgens mij is het op Express bijvoorbeeld het snelste wat je kan doen. Maar het is gewoon... je kan het niet sneller. En dat weten de enemies. Dus zij zullen nu gewoon gaan campen eigenlijk. En gaan proberen te zorgen dat wij niet op het allerlaatste moment nog even een vlagje binnen kunnen lopen. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van Capture the Flag. En hier zie je dat gebeuren. Mijn teammaatje aan de andere kant van de map pakt de vlag dadelijk, volgens mij. Ik weet het niet zeker. Ja, die pakt de vlag. En de enemies hebben hier ook de vlag van ons.
En ja, ik faal hier een beetje, maar mijn teammaatje kan het volgens mij nog goed maken. Je ziet hier echt, we hebben bijna geen tijd meer om hem terug te gaan lopen. Teammaatje zit in onze basis. Wij moeten die vlag gaan returnen. Dus net op tijd gaan. Komt de killstreak aan en we krijgen hem nog net op 10 seconden voor het einde binnen. Dus we weten, de enemies kunnen niks meer doen. En ik zal even laten zien, ik ga 9 op 12. De andere 8 op 9 en de andere 16 op 14. Dus er gaat er 1 positief en wij gaan allebei negatief. En 1 iemand van enemies gaat heel goed en de rest ook niet heel goed. Dus we wisten, we kunnen het misschien nog winnen, maar ze hebben gewoon een manvoordeel. En dat is echt huge in Capture the Flag. Dat, ja, dat moet je wel begrijpen. Het is gewoon, als je 3 tegen 4 speelt, is het heel anders. Als je bijvoorbeeld Ground War speelt en er valt iemand weg, speel jij 8 tegen 9. Die ene man gaat het dan echt niet uitmaken. Het scheelt helemaal niet zoveel. In 6 tegen 6 maakt het ook niet heel veel uit. Het is 5 tegen 6. Je hebt gewoon genoeg teammaten om proberen de map te controleren. Om te proberen de map te controleren. Maar in 4 tegen 4, 1 man scheelt dan zoveel. Het is gewoon een kwart van je team. En dat is gewoon een enorm verschil. En hier blijf je ook zien, de enemies die zijn gewoon in overmate. Dus die gaan de hele tijd gewoon op onze basis met z'n 4 afrennen. Dus wij kunnen hun nooit stoppen met z'n 3. Want ze zijn steeds met een man meer. En ja, dat moet wel enorm, ja, goed gaan. Bij ons willen wij iedereen killen. En ik zit hier in mijn eentje in mijn basis. Er zitten 3 of 4 man in onze basis. En wij spannen op de, ja, eigenlijk goede kant. Want er poelen mensen vaak de vlag naartoe. Sorry, als ik doodga, dan zie je 5 seconden gewoon dat, ja, het beeld waar ik doodging. Ik weet niet, ja, het is een theater opgenomen, dus daardoor is dat misschien. Ik zal misschien de volgende keer live gaan opnemen dat, ja, dat weggaat of zo. Maar ik heb nog een klein andere, ja, onderwerpje waar ik het over wil hebben. Ik heb niet echt geweldig uitgelegd natuurlijk hoe je Capture the Flag kan winnen, want het is heel moeilijk uit te leggen. Het gaat er gewoon om dat jij weet waar de enemies spawnen. Als jij de vlag de ene kant van de map oppoelt en je teammaatjes zitten ook rond dat deel van de map of in het midden, zullen de enemies aan de andere kant van de map gaan spawnen. En als je dat weet, dan kan jij gewoon heel rustig de enemies, ja, zorgen dat, ja, je weet waar de enemies zijn, dus je kan ook gewoon erop inspelen waar de enemies zullen komen. En daar kan je dan gewoon gaan pre-aimen of campen of headglitchen, wat je ook wil. Dan kan je er dan voor gaan zorgen dat jij alsnog wint. En hier worden we echt enorm gespankild en lopen de enemies ook een vlag binnen, sorry. Maar ik had nog een klein ander onderwerp waar ik het over wilde hebben. En ja, zoals jullie zien, dit is een League Play opgenomen. En ik speel eigenlijk bijna alleen maar League Play. En er is een hele grote update in League Play gekomen. En het is veel moeilijker geworden om in Masters te komen. De val is geband en de maprotatie is ook veranderd. Voor sommige mensen die misschien League Play speelden van jullie. League Play bestond uit, ja, natuurlijk een hele hoop maps. Bijvoorbeeld Cargo, Search and Destroy. Ben ik even nadenken. Plaza, Search and Destroy en Hardpoint. En nog, volgens mij nog een map, ik weet niet meer precies welke. Aftermath Search and Destroy was het trouwens. Aftermath Search and Destroy, die mappen zijn eruit gehaald. Dus die mappen kan je niet meer spelen. Dat komt omdat in het pro-circuit in Amerika gebruiken mensen die mappen niet. En hier zie je, teammaatje kan die vlagcarrier killen. Ik kan hem dan nog killen. En dan kunnen we hem returnen. En dan is er weer een vlag binnen voor ons. 2-2 in vlaggen, 3 tegen 4 dus. En het, ja, het wordt gewoon moeilijk weten. Maar we weten nu ook dat we het kunnen winnen. Want we hebben 2 keer zijn we teruggekomen van de vlag achter. En hier pak ik er 2. We weten waar de andere 2 zaten. Dus daar kunnen wij op inspelen. Dan kunnen wij gaan pushen. Ik was hier trouwens dicht bij streaks. Dus dat is jammer dat ik doodging. Maar ja, de tactiek die wij nu gebruiken is, zij gaan steeds rushen en ik ga steeds terugrennen naar de vlag. Want je moet altijd iemand hebben in Capture the Flag die als die doodgaat terug rotate naar de vlag. Dat betekent, ik ga daar dood. Ik loop via die jungle terug naar onze vlag om proberen de vlag te verdedigen. Dan moet je altijd 1 iemand hebben die dat doet. Je hoeft dan niet bij die vlag te campen, maar je moet gewoon even teruglopen, vlag checken en dan kan je weer zelf gaan pushen. Maar er is iemand nodig die dat gewoon altijd even doet. Hier hebben de enemies weer de vlag en ja, hij wordt gestopt, wordt net gereturned. En dan, nu zijn er 3 downs als je ziet. Ik kan op select drukken. De doodskopjes voor de namen zeggen wanneer ze down zijn. Dus nu zijn er 2 up, 3 up en dan zijn er 4 up. Dus je weet precies wanneer ze up zullen zijn. En als je weet wanneer dat is, dan weet je ook wanneer ze zullen spannen. En hier komt mijn teammaatje met een, ja, huge play, hoe je het ook wil noemen. Hij killt hem, de vlag wordt getint. Dus 3-2 in vlaggen. Ik weet niet waarom mijn teammaatje nog steeds een vlag om zijn naam heeft. Ah, het is weg. Dan is 3-2 in vlaggen. En dan moeten wij nog 1,5 minuut gewoon onze basis verdedigen. En we weten dat de enemies volop onze basis in zullen rennen. Maar het is eigenlijk bijna binnen voor ons. We hebben nog 1 minuut nodig om onze vlag te verdedigen. En ik vond deze gameplay echt
echt gewoon ziek. Ik ging helemaal niet geweldig. Uiteindelijk volgens mij wel het beste van het team. Maar dat boeit helemaal niks. Want de andere had alle vlakken binnengelopen. De andere had de meeste returns. En ik stond gewoon bovenaan. Ik had gewoon de kills achter in de basis soms op kunnen pakken. Waardoor ik nog positief ging. Het is natuurlijk niet de beste gameplay die je hebt gezien. Ik haal geen 40 kills. Ik haal geen 50 kills. Ik haal mijn killstreaks niet 10 keer. Maar het gaat er gewoon om. Hier zie je gewoon hoe wij als team toch nog konden winnen van 4 man. En ja, ik vond het zelf gewoon geweldig om te doen. Vooral om te doen. Het was echt geweldig om. Ja, als je erin zat, dan had je het begrepen. We gingen echt helemaal los, zeg maar, toen de derde vlag al binnenkwam. En hier wisten we moeten nog 15 seconden die vlag verdedigen. We moeten zorgen dat de enemies 15 seconden lang die vlag niet kunnen pakken. En hier pak ik die 2 kills, waardoor we weten dat het eigenlijk gewoon zeker is dat enemies de vlag niet meer kunnen pakken. Want zij kunnen hem nu pakken en dat doen ze ook. Je zag net enemy weglopen. Er staat dat ze hem niet hebben, maar dat is wel. Maar wij hebben gewoon streaks met 2 man. Dus we hebben 2 lightnings en 2 hellstorms om in te roepen om die vlag te returnen. En je ziet hier faalt het nog enorm, want de vlag is niet gekild. Dus zij hadden hem nog binnen kunnen lopen, maar dan wordt hij nog gereturnd. En hier stopten we eigenlijk al met spelen. We liepen gewoon even door en het was gewoon eigenlijk afgelopen. Ik bedank jullie echt allemaal voor het kijken. Ik hoop dat deze commentaar een beetje duidelijk voor jullie was. Want ik heb het een beetje wazig uitgelegd misschien op sommige momenten. Ik wil nog een keer Fish bedanken. Dus laat in die comments achter dat je Fish steunt. Fish steunt zo. Mijn stem is echt helemaal naar de kloot. Ik weet niet hoe het komt. Laat in de comments achter dat je Fish steunt. En ja, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Mijn eindscore was 28 op 22. 4 returns had ik. Dus we hadden 3 tegen 4. Een potje Capture the Flag gewonnen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Als je mijn commentary leuk vond. Of ja, meer van mij zou willen zien. Ga dan even naar mijn kanaal. Kijk even wat je leuk vindt. Als je het leuk vindt en je denkt dat je een actieve subscriber zou kunnen zijn. Subscribe dan. Als je denkt van ik kan wel subscriben dat hij er eentje bij heeft. Maar ik ga nooit kijken. Subscribe dan gewoon niet. Blijf dan gewoon de video's van Fish gewoon met aandacht gewoon kijken. Want het is altijd leuk om te zien. Maar ga dan niet op mij subscriben, want inactieve subscribers zijn een van de grootste problemen in de Nederlandse community. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik heb het al 10 keer gezegd en ik zeg later.